show them we are better. Gonna stay in Paris. Mensen, mijn naam is Alex en welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag weer een nieuwe Money Glitch, maar eerst laat ik jullie die nieuwe crew color zien van mijn crew. Oké, jongens, dat is dus de nieuwe crew color. Het is inderdaad rood geworden. Jullie hebben namelijk massaal gestemd voor rood. Er waren ook stemmen voor paars en voor groen natuurlijk. Maar de meeste waren voor de kleur rood. En ik vond het zelf ook wel een super sicke kleur. En jongens, de crew color rood zit dus nu in de crew. Als je nog niet in de crew zit, ik zou zeggen, check de link in de beschrijving. Er staat een linkje van de crew. Je kan de crew gewoon joinen op Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 en PC natuurlijk. En kan het gewoon overal op joinen en dan heb je gewoon die crew color op je auto. Dat is natuurlijk super sick. Ik hoop dat jullie hem allemaal ook sick zijn vinden. Maar oké, voordat wij beginnen met deze money glitch, wil ik jullie allemaal vragen of jullie allemaal voor dat blauw duimpje omhoog kunnen drukken. Dat zou natuurlijk super awesome zijn. Kunnen wij gaan voor de 100 likes. Dat zou super tof zijn. En vergeet natuurlijk ook niet even op de abonneerknop te drukken en op het belletje naast de abonneerknop. We zitten namelijk alweer op de 9000 abonnees. Dat vind ik super tof. Heel erg bedankt voor het abonneren natuurlijk. Allemaal nog 1000 te gaan voor de 10.000. En dat is nog wel echt een insane getal. Dus jongens, vergeet niet te abonneren. Vergeet de video ook niet met zoveel mogelijk mensen te delen. Dat zou ook super tof zijn. En laten we nu maar beginnen met deze money glitch. Wat we nodig hebben voor deze money glitch is een facility. Het is weer een facility glitch. I know. Maar dat is eigenlijk omdat alle glitches tegenwoordig met de facility zijn. Voor de mensen die nu al willen typen van, ja maar ik heb geen facility, hoe kom jij aan geld voor een facility? Ik zou zeggen, op GTA 5, op Rockstar Games, kan je op de site zien wat allemaal double money, double XP heeft. Ik zou zeggen, er is een nieuwe adventure mode. Dat is een double money, double XP mode. Dat is iets met de target of zo. Dan moet je de target uitschakelen. En wie die ronde wint, krijgt superveel geld. Als je daar een paar rondes voor doet, krijg je zo 200.000. Ik had nog een paar rondes gedaan voor deze opname. En nu heb ik er weer wat geld bij. Met dus die job natuurlijk. Dus jongens, ik zou zeggen, doe die job lekker als je nog geen facility hebt. Dan kan je een facility kopen. En dan kan jij dus de glitch doen. Check, hou wel even de vastgepinde comment in de gaten natuurlijk. Want daar staat in of de glitch gepatcht is of niet natuurlijk. Maar oké, je hebt dus een facility nodig en een vriend. Het is namelijk een gift cars to friend glitch. Dat is natuurlijk een super vette glitch. Dus je kan gewoon auto's van een vriend kan je aan een andere vriend geven. Dus als een vriend bijvoorbeeld een mollet auto's heeft, kan hij die ook aan jou geven. Hij kan je een jetpack geven. Dat is gewoon super tof. Alle auto's die hij jou kan geven natuurlijk. Maar oké, jongens, als jullie geen vrienden hebben om mee te traden, ik zou zeggen, check de reacties. Daar kan je misschien je PSN, je PlayStation naam, je Xbox naam of wat dan ook achterlaten. En misschien kunnen jullie zo al een beetje traden met elkaar, met deze glitch natuurlijk. Maar oké, dat was wat je nodig hebt voor deze money glitch. Je hebt ook een cargo bob nodig en een hele volle facility. In je facility kan je gewoon Elegy Rachel Custom of Elegy normale Elegy's bedoel ik zetten. Die zijn gewoon gratis. Of Vagio's, die kosten $5000 of zo. Dat is ook niet zo duur natuurlijk. En als je dat hebt gedaan, dan kan je gewoon beginnen met deze glitch. Oké, jongens, wat je dus als eerst moet doen is je moet je cargo bob pakken. Je vriend moet tenminste de cargo bob hebben. Die moet dan een beetje boven vliegen of zo. Die kan ernaast staan of zo, wat dan ook. Maar hij moet even in de cargo bob zitten. Hij moet zorgen dat hij niet die span natuurlijk. En de cargo bob kan je gewoon vinden bij de helikopterpads. Je kan ze vinden bij het op het vliegveld en bij de Meriwether base. Je kan het ook op de legerbasis volgens mij vinden, maar ik zou het niet daar stelen als ik jullie was. Want ja, dan kan het leger nog een beetje boos zijn en dan kunnen ze je uit de lucht knallen. Is ook niet fijn natuurlijk. Dus ik zou zeggen, check de Meriwether base. Dat is bij de haven of het vliegveld natuurlijk. En dan moet je gewoon even wachten tot er een cargo bob inspant. Of je kan natuurlijk zelf een cargo bob kopen, maar dat kost wel wat extra geld natuurlijk. Maar oké, wat jij dus moet doen, je moet de auto van je vriend, die moet op everyone staan of open, dat jij gewoon in een normale stoel kan zitten. Dus dat je gewoon in kan stappen zonder dat je een passenger seat gaat of wat dan ook. En zodra dat is gebeurd, moet jij de auto naast de stip zetten. Gewoon niet naar binnen rijden of je vriend kan hem naast de stip zetten van je facility, de gele cirkel die daar staat. En moet er een beetje naast staan zoals je in de achtergrond gameplay hier kan zien. En dan zie je hoe die staat, want dat is heel erg hard nodig. Jij moet straks namelijk van je facility heel snel instappen in die auto om hem te kunnen duplicaten. Maar oké, dat zien jullie dan wel weer. Wat je dan moet doen is je moet een straatauto pakken, gewoon van de straat. Gewoon een auto die je facility in kan, dus niet zo'n high-end auto die op straat rijdt zoals een Infernus of wat dan ook. Maar gewoon een SUV auto of zo, die er gewoon
gewoon lekker in kan. Zodra je zo'n auto weer hebt, moet jij naar de facility rijden. Je rijdt gewoon naar de ingang en dan krijg je het message van facility is full. Zodra je in dat message, in dat bericht, zodra je dat bericht hebt, moet jouw vriendje optakelen met de cargo bob. Moet hij je gewoon ver weg vliegen. En zodra jij super ver weg bent van de facility, gaat dat bericht automatisch weg. Je hoeft dus niet naar je homeclub, je hoeft dus niet op, je hoeft hem niet te accepteren dat je naar binnen wil. Nee, je moet gewoon zorgen dat die vriend jou super ver weg vliegt van de facility. En dan gaat dat bericht automatisch weg. Zodra hij dat heeft gedaan, dan vliegt hij jou terug. Dan laat hij hangen boven de facility, zoals je in de achtergrond gameplay ook kan zien dus. En als je dan hangt boven de facility, dan laat hij jou los. Zodra jij losgelaten bent, kom jij in een full alert. Wat je dan moet doen, is je moet je vriend vragen om eventjes een autootje te pakken van de straat. Niet de auto die je gaat duplicaten natuurlijk, want die staat net op zijn plek natuurlijk. Maar oké, hij kan dus een autootje pakken van de straat. Dan moet hij jou met die auto van de facility afbeuken. En dan moet hij gewoon ver van de facility afbeuken. En ik ben bijvoorbeeld helemaal op de weg gebeukt. En zodat ik die glitch tenminste een beetje kon doen. Want je moet dus wel een afstandje hebben van je facility. Dat je niet 2-3 meter naast je facility staat ofzo. Zodra je ver genoeg staat van je facility, moet jij gewoon de full alert accepteren. En dan zie je dat er helemaal niks gebeurt. Je blijft gewoon staan. En dan moet je, wat je dan moet doen, is je moet gewoon rechtdoor rijden. Je rijdt gewoon je facility in met die streetcar. En dan rijdt hij hem gewoon naar binnen. Ploep, ploep, ploep. Naar beneden. En wat je dan moet doen als je beneden bent, is jij moet gewoon... dan staat er dat jij een auto moet replacen met jouw streetauto die je dus hebt. Wat je dan moet doen, is je moet gewoon op B drukken op Xbox. Of op rondje op PlayStation. En dan kan jij dus... dan krijg jij dus eigenlijk een melding van... Are you sure you don't want to transfer it? The vehicle will be disappearing of zoiets, weet je wel. Zoals je in de achtergrond gameplay ook kan zien dus. En dan moet jij dat gewoon wegklikken. Je moet die auto dus niet in je garage zetten. En wat je dan moet doen, dan sta je in jouw facility. Wat je dan moet doen, is jij loopt naar de stip toe. Loop je naar boven en terwijl je dat doet, klik je Griekse ei of klik je kruisje. Of kruisje. En dan moet je de hele tijd blijven spammen. Gewoon de hele tijd blijven spammen, spammen, spammen. En dan kom jij als goed buiten naast de auto van je vriend die jij dus wilt duplicaten. Zodra je dus de hele tijd dus nog kruisje of Griekse ei zit te spammen, dan stap jij dus in de auto en dan krijg je een full alert. Je moet ze gewoon accepteren. En wat je dan moet doen is, je rijdt een stukje naar achter, dan rijd je een stukje naar voor en dan rij jij hem gewoon de facility en dan is de auto voor jou. En vanaf daar kan je het dus de hele tijd opnieuw doen. Je hoeft dus niet meer het hele proces met de cargo op te doen. Je rijdt gewoon de auto naar binnen, dan zet je hem op zijn plek, dan ga je weer naar buiten klikken, spam je weer de hele tijd op kruisje of Grieks ei. En je vriend moet dan wel in de tussentijd natuurlijk die auto weer op de juiste plek zetten, zodat je gewoon weer gelijk instapt. En als die vriend dus de hele tijd de auto terugzet op de plek waar die stond, dus naast de cirkel, kan jij de hele tijd kruisje blijven spammen, spammen, spammen. En dan kom je buiten, dan stap je gelijk in de auto, krijg je het full alert weer, doe je gewoon hetzelfde, klik je hem, accepteer je hem, rij naar achter, rij naar voor en dan rij je hem weer naar binnen. En dan zo kan jij je hele facility volzetten met geduplicate auto's. Ik raad het natuurlijk aan om met de LG Retro Custom te doen, want met de LG Retro Custom kan je dus gewoon, die kan je gewoon verkopen voor ongeveer 1 miljoen per stuk. Andere auto's kan je waarschijnlijk volgens mij niet verkopen. Dus ik zou het gewoon, als je het geld wil hebben, met de LG Retro Custom doen. Je kan natuurlijk ook met elke andere auto doen. Zoals, weet ik veel, een leuke nieuwe Porsche of zo die uit is. De Puster Neon die pas uit is. Als een vriend die van jou heeft, dan kan je die gewoon duplicaten van hem bijvoorbeeld. Alleen kan je die dan dus niet zelf verkopen. Maar oké, jongens, dit was deze Money Glitch. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Zo ja, vergeet me natuurlijk niet te liken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier beneden. Help mij dus naar die 10k. Dat zou ik super awesome vinden natuurlijk. Deel deze video ook met zoveel mogelijk mensen om allemaal even te laten zien van yo, er is nu Money Glitch uit, doe me snel, want hij werkt nog. Dan kan je even wat geld verdienen natuurlijk. En ja, dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Later.